vernielen en zo. Nu, wat er ook gebeurd is in Lanaken, pas, maar ook in Bils en in Tongeren en zo, ja, dat is een schande. Omdat dat heeft totaal niks met de context te maken. Die mensen die denken natuurlijk van ja, ik denk persoonlijk dat dat te maken heeft met die protesten in Brussel waar ze alles kapot maakten. Dat ene flauwe plezante dag van ja, kijk, ik heb ook een mening erover. En die gaan dan die dingen doen. En dat is toch geen flauw plezante, als je zoiets schrijft, dat is geen flauw plezante. Dat is gewoon echt vol racisme. Want als je swastika's gaat erop Ja, zetten maar. en Hitler dingen, Ja, nee, dat is voilà, gewoon, dat is inderdaad. Maar straatprofiel. als je Dat is kijkt naar gewoon. die ene foto, er was ene foto bij. Het is eigenlijk niet om mee te lachen, maar je zou er bijna om lachen. Die schrijft nazi met IE. Ja. Dan weet je eigenlijk al wat voor een lage school de mensen dat geweest gaan zijn, die waarschijnlijk geen enkele niveau hebben, die in mijn ogen eigenlijk totaal niks van de geschiedenis kennen. Want je hoeft geen spelling te kunnen hebben gehad om te weten dat je nazi met één zonder E schrijft. Want dat komt in iedere geschiedenis komt dat woord voor. Dus dat is eigenlijk ja, schandalig. We hebben trouwens ook een reactie. Ik heb Marino Keulen gevraagd voor een reactie. Hij reageerde ook kort hierop. Ik denk dat hier het vandalisme een even grote rol speelt als het racisme. Allebei verderfelijk, allebei af te wijzen. Ik heb de indruk dat het racisme eerder een instrument is om vandalisme te kunnen plegen. Niettemin, politie is daar volle bak mee bezig, parket is daar ook mee bezig. Hier moet ook wel een krachtig signaal komen. Dit is eigenlijk het importeren van spanningen die wij hier in Lanaken niet kennen en die ik ook niet wil in onze gemeente. De hevige protesten in Brussel, zou dat eventueel een verband kunnen zijn? Ik denk dat hier vooral en vandalisme gewoon inderdaad zich uitleven, het hart ophalen door dingen te vernielen, ook verschrikkelijk, en daar inderdaad racisme voor gebruiken. De stok om mee te slaan is dan een racisme, maar ik denk zeker en vast ook dat je vandaag in een steeds meer gepolariseerde samenleving zit van mensen die inderdaad de diversiteit als een realiteit aanvaarden, daar ook de troeven van zien, ook de problemen, maar daarmee aan de slag gaan. Ik ben wat dat betreft als een gewezen minister van Integratie daar ook een believer van, maar je hebt ook mensen die inderdaad leven vanuit de achteruitkijkspiegel en dromen van de jaren 50 toen alles monocultureel wit was, alsof dat dan weer een droomtijd was die dat idealiseren. Ik denk hier vooral dat het mensen zijn, ik vermoed dat het mensen zijn die hier zo de regio en ook Lanaken heel goed kennen, dat het er de daders mensen zijn uit de omgeving. Want het pad wat zij hebben gevolgd, dat zijn eigenlijk dingen die alleen maar zijn bekend bij echte inwoners van Lanaken. De verbindingsas tussen de Stationsstraat en de Molenweide en het Molenweideplein. Ook eigenlijk het hele terrein van de winkelgalerie, de Passage Begas. Dat is eigenlijk iets wat alleen maar Lanakenaren kennen. Andere mensen zijn daar helemaal niet mee vertrouwd. Bovendien, we hebben de camerabeelden, dus de politie gaat daarmee aan de slag. Heeft ook twee mensen daarop zien eigenlijk circuleren. En ik doe ook een oproep aan iedereen die toch iets die zaterdagnacht verdacht heeft gehoord, verdacht heeft opgemerkt, om dat ook te melden aan de politie met behoud of met verzekering van alle discreties. Mensen willen vooral niet in problemen eigenlijk betrokken geraken, maar hier kunnen we ook alleen maar paal en perk aan stellen als we daders kunnen vatten. En dat kan alleen maar als we daaromtrent ook info krijgen van mensen die mogelijk iets hebben gezien.